Jongen, het is iets later geworden dan we gedacht hadden. Goedemorgen allemaal. En wie morgen aan mij vraagt, of tegen mij zegt, de jeugd van tegenwoordig doet niets meer, dan zeg ik, dan moet je vannacht, of dan had je vannacht, maar eens op de populier moeten kijken. Want daar hebben we een hele grote groep leerlingen en een heleboel docenten, let op, ook een heleboel docenten, met elkaar gediscussieerd. Er is informatie overgedragen, er is gesport, er is gelachen, maar er is wel iets gedaan voor kinderen ergens anders. En dat vind ik geweldig, dat jullie dat oppakken. Toen bij een aantal van jullie vanmorgen de wekker ging, moet je gedacht hebben van nou, dat wordt toch een bijzondere dag. En het gaat in ieder geval weer even duren voor ik dat bed weer terugzie. Dus ik hoop dat jullie er goed afscheid van genomen hebben. Het wordt voor velen van jullie een bijzondere dag, maar ook een hele bijzondere nacht. En volgens mij wordt dan ook de dag van morgen vanzelf weer heel bijzonder. Jullie beginnen vandaag aan een lesmarathon en dat doen jullie voor het onderwijs in Ethiopië. Ik vind het een geweldig initiatief en dan ook heel graag de uitnodiging aanvaarden om dit vandaag af te trappen. Roma, daar zit je. Uit Vierhaven. Jij ging naar Ethiopië en daardoor weten deze school waarvoor deze marathon bedoeld is. En wat voor ons heel vanzelfsprekend is, is daar een droom die nog voor veel kinderen ver af ligt. Hè? Een mooie school met een dak, pennen, schriften, een goede opleiding voor leraren. We hebben snel de neiging om te zeggen van, nou ja, dat kan in Nederland ook allemaal nog wel een beetje beter. Is ook zo. Maar als je het daar vergelijkt met hoe het daar is, dan leer je ook je eigen wereld weer eens in perspectief te zien. Door jouw reis weten we, weet deze school wat daar ontbreekt en is ook het idee ontstaan om hier daar vandaag wat aan te gaan doen. Jullie gaan door een aantal grenzen heen, in ieder geval de grens van vermoeidheid. En dat is, ook dat is zeer de moeite waard om dat een keer te proberen. Ik ga zo met Roma het startsein geven voor deze marathon. Maar daarvoor wil ik nog even wat zeggen. Jullie worden, degene die meedoen, worden gesponsord voor deelname aan deze marathon. Ik weet niet wie jullie allemaal sponsoren, maar toen ik dat zag, dacht ik van ja, dan is het wel leuk om hier te komen en te openen. Maar dat is dan een beetje, zo'n praatje nou is een beetje gratis. Dus daar ook voor jou een sponsorbijdrage van mij. Dan is in ieder geval helpt dat ook weer om in Ethiopië iets meer aan pennen en schriften te hebben. Volgens mij, kom even hier, dan ga ik je in ieder geval die sponsorbijdrage overhandigen. Ze doen. Hè. Ze doen het om geld op te halen voor onderwijs in Ethiopië. Ze laten daarmee zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Dat ze over de grens van hun eigen leefwereld heen kijken. En dat ze op die manier ook een bijdrage leveren als inwoner van de stad van internationale vrede en recht. Aan het echt zijn van internationale stad van vrede en recht. Dus ik vind het heel bijzonder dat ze dat doen. Het is ook wel een behoorlijke opgave om dat vol te houden. Maar het is fantastisch dat ze die inzet hebben. Ja, en nou, nu gaat het dus om. Hoe was het tot start zijn gegeven? Het is ook om te doen. En je merkt ook dat zo'n zaal nog. Het is nog vroeg dat ze nog even moeten opstarten. Ze hebben nog nu even tijd nodig om wakker te worden. En ik hoop dat ze dat ook 24 uur gaan blijven.
Maar het is heel mooi dat ik hier een bijdrage aan mag leveren. Graag gedaan.